Zo, we zijn nu bij de volgende koelbloemkast, dat is kast 30. En dat is leuk, we staan ook een stuk hoger. Hier staat een grote woningkamer op. Ik heb ook een grote woningkamer bij gezet bij de koelbloem. Het ligt ook een beetje aan hoe het gebied is straks bij Koebroen. Misschien dat ik op een gegeven moment honingkamers naar boven moet gaan slepen. Op allerlei manieren. Het ziet er goed uit, ze zijn hier al wel bezig. Zo. Maar één medium honingkamer, of al medium kamers en één grote honingkamer. Altijd handig om die er nog wel bij te hebben. En ze zijn al langzaamaan begonnen naar boven in. Ze zijn naar boven gegaan. Ze zijn aan het bouwen. Het staat er maar net op. Ze zijn al die wafels mooi aan het uitbouwen, dus dat is goed. Ik zie niet direct hier noodzaak om te zoeken naar een koningin. Die zal hier waarschijnlijk niet zitten. Ik laat het moeras nog heel even ertussenuit. Ik vind dat er wel iets meer water bovenin mogen. We gaan even kijken wat onderin is. En dan weten we misschien ook waarom. Ziet er heel mooi uit. En je ziet het, dit moet het uiteindelijk zijn. Allemaal dit soort ramen. En dat had ik hier al de techniek toegepast. Wat ik ook bij de andere kast wil gaan doen. Hier. Al die bijen op deze ramen zitten. En dan heb ik geen last als het goed is. Bouw wat we niet willen. Nou, gaan we kijken hoe ze hier bezig zijn. Ik verwacht dat ze hier ondertussen ook wel een nek opstaan zijn. En ik wil het eigenlijk allemaal daar naartoe hebben. Even kijken, hoe staat dit erbij? Het is echt een heel zwaar raam. Dus hier is het. Oeh. Kijk dan. Dit zit helemaal vol met nectar. Ze zijn hier al uitgebreid bezig. De zijkanten hebben ze mooi uitgebouwd. En deze zijkanten hebben ze helemaal nieuw gebouwd. Dat hebben ze keurig gedaan. Ze zijn nu allemaal niet bij elkaar. Wel dezelfde plek hier, maar ja, ik had weinig ruimte, dus ik moest even toveren met de ruimte die ik had. Want eigenlijk zou ik deze kasten allemaal niet hebben staan hier. Mooi. Een dopje wat ik niet wil hebben. Maar wat ben ik nu eigenlijk aan het doen? Ik ben aan het kijken of ze geen schermstelling hebben. Dit soort dopjes, speeldopjes, zijn niet belegd. Die haal ik wel weg, dat de koningin er ook geen eitje in gaat leggen. Want dan kunnen ze er dus een koninginnendop van maken. En dan krijgen we dus een plan om te gaan zwermen. Dat willen we niet. Dat willen we zeker niet. Er wordt hard gewerkt, maar ik wil eigenlijk gewoon een heleboel brood zien. Juist. En dat zien we hier. En de koningin. Kijk eens, daar loopt de koningin. Ook een iets te enthousiast geknipte koningin. Dat heb ik uitgelegd bij de andere kast. Maar ook deze koningin is erg goed. En ze mag gewoon blijven. Is nog steeds gezond. Een ander filmpje voor de uitleg over koningin met geknipte vleugels. En dit soort stukjes, dat wil ik altijd eventjes extra bekijken. Een beetje opgebouwd is, kan daar een dopje verstopt zitten. Juist. Ja, hier zit ook zo'n speeldopje die ik net had. Die wil ik liever niet. Dat niet per ongeluk een eitje in kan zitten, waardoor er een koningin wordt aangemaakt. Dus dat controleer ik eventjes. Maar ze hebben de regel netjes uitgebouwd. Kijk of dat andere raam ook zo is. Hier dan een stukje draad wat daar niet hoeft. Die halen we gewoon even weg. Moeten ze even recht bouwen. Daar kan namelijk gebouwd worden op dopjes die ik dan niet zie. En dan hebben we dus straks alle bijen kwijt vanwege een spel. Terwijl dat niet nodig is. Wij moeten als immers eigenlijk voor zorgen dat de bijen niet hoeven te gaan zwermen. Kijk eens hoe mooi. Al mooi gesloten broed, komen al mooie nieuwe bijen uit. En weet je hoe dat zo leuk is? Ik haal die ramen er zo uit en eigenlijk storen die bijen zich daar totaal niet aan. Is dat niet prachtig? Kijk, hier nog een paar van die dopjes die ik weer weg wil hebben.
zie je vaak in van die open plekken verschijnen. Hier op zo'n randje. Ja, even gaan. Dus dat komt bij die mij wel vervelend vindt, dwars door mijn handschoen te prikken. Maar het is niet erg, maar het komt er niet doorheen en blijft in mijn handschoen hangen. Ik weet meestal op de plekken waar ik moet zoeken voor een dopje. Omdat ik deze ramen ken, ik ken deze kasten goed. Ik weet vaak wel waar ik moet zoeken. Koningin hebben we al gezien, dus daar hoeven we echt niet meer naar te kijken. We weten dat ze er is. We weten ook dat er heel veel bij je uit gaan komen. Dat de koningkamer wel vol gaat komen bij je ook. Dus dat zit wel goed. En hier gaan we binnenkort ook een aflegger op maken. Zorgen dat... Oh, ik dacht een dopje was, maar dan het opgegeven. Want daar nu geen dag uit en dan komen de zat uit. En die hebben we op zich niet nodig, want we hoeven niks te bevruchten. En daarom moet het goed zijn. En we zullen op een gegeven moment echt wel een raam gaan vervangen. Of een aflegger maken. En dan halen we een paar ramen uit, de bijen uit. Dan halveren we eigenlijk het volk en dat zal vrij binnenkort gaan gebeuren. En dan is er echt nog steeds voldoende volk. Dan kunnen ze lekker blijven groeien. Maar dat moet je zien als een zwerm, wat anders naar het natuurgevoel doen, maken wij dus eigenlijk een kunstzwerm. En dat kan op verschillende manieren. Aangezien ze straks nog niet op het dak staan, kan ik een mooie simpele manier doen. Waardoor ik daar niet hoef te vliegen over de trap. Dat ga ik dan even op een handige manier doen. Dat ze daar naartoe gaan. Dat bij Koenboer weten, ze gaan die kant op. Dan ga ik hier gelijk mee aan de slag om een kunstwerk te maken. En de andere maak ik dan misschien wel een zuiver van. Deze elke twee weken. En hier zo. Een bol toch wel even over een scherm te maken. Ik zie wel wat speeldopjes, hè? Alle dopjes, speeldopjes zijn er best wel veel. Dus dit gaat binnenkort gaan we wel wat doen. Maar ze zijn lekker rustig. Hebben ook gewoon nog ruimte, zeker met die hele hoge woningkamer. Die ook als broedkamer gebruikt zou kunnen worden. En deze zit dat is een ruimte zuiver. Maar voorzichtig even vast. Zo'n inspectie met de originele ramen is veel lekkerder werk. Die oude ramen. Geen rommel, geen gedoe. Dat hebben we helemaal niet van zo'n rommel gebeuren. Ik zei met haar moeder als ze er was. Ik zie dat zoveel bijen komen, ze zitten al erover in. Dat ik er hierbij dus gelijk de onderwerpen besluit nog niet. Tussen de wacht kan die nog een muur op, als je dat nog niet raakt. De hoogkamer. En dat zijn alle kasten. Vijf kasten van Koenboer. Volgende inspectie weer meer.